En ook alle kleine stations aangepast. In totaal is 90 kilometer aan voelbare en zichtbare geleidelijnen aangelegd. Ook zijn er 5000 gesproken routebeschrijvingen van stations gemaakt en zijn obstakels uit de looproutes weggehaald. Blinden zijn blij met de aanpassingen, zegt Marga Zwanenburg van de belangenorganisatie Oogvereniging tegen de NOS. Het is voor mensen, voor blinden en slechtziende mensen heel fijn dat nu op alle stations eigenlijk dezelfde systematiek wordt gehanteerd als het gaat om de geleidelijnen. Op ieder station, ook als je er vreemd bent, weet je hoe de geleidelijnen werken. En dat was tot nu toe vaak niet zo. De aanpassingen op de stations hebben zo'n 30 miljoen euro gekost. Rusland heeft zich pertinent niet gemengd in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gezegd. Hij reageert daarmee op een schriftelijke verklaring van Facebook. En daarin staat dat er de afgelopen 2 jaar vanuit Rusland zo'n 80.000 berichten zijn geplaatst die bedoeld waren om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Twitter zegt bijna 3000 accounts te hebben ontdekt die gelinkt zijn aan Rusland. Allemaal verzinsels, zegt Lavrov. En dan het weer, overwegend bewolkt, met vooral in het noorden van het land soms wat regen of motregen. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen wordt het 14 graden en dan lijkt het overal droog te blijven, met in het zuiden zelfs een beetje zon. Beursnieuws nog. In Amsterdam staat de AEX op een winst van net geen 0,5% en een stand van 552,1. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, O2 Capital Partners en Altran. Altran, uw partner in engineering, research and development. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl en Annette van Soest. Vanaf 1 januari geldt er een nieuwe wet, een nieuwe aftapwet. Een wet die de bevoegdheden van de inlichtingen en veiligheidsdiensten zou verbreden, uitbreiden. De nieuwe aftapwet, in de volksmond ook wel de sleepnetwet genoemd. Morgen beslist de kiesraad of het referendum daadwerkelijk doorgaat. Wij praten erover met een panel dat bestaat uit Christian Albeding-Tijm, advocaat bij bureau Brandeis, Michiel Steltman van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland en Pim Takkenberg, directeur cybersecurity bij het beveiligingsbedrijf Northwave. Fijn dat u er allemaal bent. Ik wil toch aan u vragen, en dat is een moeilijke taak wellicht, Christian Albeding-Tijm, om die wet even in het kort uit te leggen. Ah, in het kort. Dat moet je vooral aan een jurist vragen, inderdaad. De wet die wordt in de volksmond inderdaad, zoals je zojuist zei, sleepwet of sleepnetwet genoemd. En dat richt zich op het ongericht kunnen verzamelen van data, in het kort gezegd. Nou, dat is één aspect van die wet. Voor de rest zijn er een hele hoop andere dingen die in die wet geregeld worden. Sommige dingen zijn een verbetering ten opzichte van de oude wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. En andere dingen, daarmee worden de bevoegdheden van de geheime diensten verruimd. En niet altijd in het voordeel van burgers of van het bedrijfsleven. Keurig binnen de tijd gebleven, zou ik zeggen. En hoe oud of verouderd is die oude wet? Nou, wat met name verouderd is, en dat is dat sleepnet deel ervan, is dat de oude wet alleen maar zag op het kunnen aftappen van de satellietcommunicatie, om het zo maar even samen te vatten. En nu kan ook kabelgebonden, en dus eigenlijk het grootste deel van onze data waar we op dit moment mee communiceren, kan worden afgetapt. Pim Takkenberg, is dat een goede zaak? Want daar gaat het uiteindelijk in de kern voor heel veel mensen toch om.